Reima's bracht bracht de vijand ongeveer 250 binnenvaartschepen tot zinken om het verkeer te water onmogelijk te maken. Ben je recht tegenover, als je de weigeren stijgt in 25 meter, dan zit ik op de plek waar de Duitse springcommando's zo auto's stalden met springladingen en waar ze met de hele manschap zich hier verdeelden om van dit punt uit allemaal die schepen één voor één gingen vernielen. 30 september 1944 is voor mij een belangrijke dag geweest en mijn heel leven gebleven. Durf ik gerust wel te zeggen, wie je nog reur of draai, ik ben altijd in de scheepvaart gebleven, daardoor. Ik heb daar toen een belangrijk aandeel in gehad, ik heb er niet alleen in ontstaan, maar een belangrijk aandeel gehad in het herstel daarvan. En dan zeg ik, 30 september 1944, de dag van de grootste scheepsramp in de binnenvaart in Nederland aller tijden, is voor mij toch een cruciaal moment, een cruciale dag geweest en voor mijn heel verder leven van grote betekenis is gebleven. Ja. Schepenkerkhof van Maasbrach, de grootste scheepsramp uit de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart. We hebben hier veel originele archiefstukken, maar slechts weinig die ons nader informeren over deze scheepsramp. Gelukkig hebben we het boek van Jacques Linssen, notabene een ooggetuigenverslag. En voor nadere oriëntatie en documentatie op die scheepsramp is dit boek dus onontbeerlijk. Ja, die haven lag helemaal vol vanwege het feit dat Limburg, Midden-Limburg, frontgebied werd. Alle aanvoerswegen, zowel over water als over land, werden geblokkeerd. Bruggen werden door de Duitsers opgeblazen en ook het transport over water was geleidelijk aan onmogelijk geraakt. Daarbij kwam dat de sluizen ook nog defect waren. Een gedeelte was helemaal niet meer in functie, een ander gedeelte was defect. Dus het transport over water vanuit het Julianakanaal naar de Maas en omgekeerd vanuit de Maas naar het Julianakanaal, ja, dat was geblokkeerd. Het gevolg was dat die schepen zich opeenhoopten in de haven van Maasbracht. Bij de oude kolentip, daar zaten we met ons schip, het schip van mijn vader gezonken. En hier was het erg smal allemaal en nu zaten de schepen kriskras over elkaar in de lucht gevlogen en gezonken. Ja. Het was verschrikkelijk. Als er een roeibootje lag, dan gooiden ze nog een handgranaat in. Ja, dat is waar. Ik weet er van de Leco. Want hier lag toen dat olieboodje van Kruif. Ja. Dat Piet Buikse vervoer. Ja. En daar gooiden ze een handgranaat in. Ja, dat was ook zo'n klein ding. Maar er zat nog een paar liter gasolie in. En die hebben een dag en een nacht liggen branden hier. Nou, in eerste instantie werden wij 's morgens wakker door explosies. En wij dachten, tenminste, mijn vader dacht dat er geschoten werd van de overkant, want er zat de Belgische brigade Piron, dat waren geallieerden. En die schoten meestal naar deze kant, maar dan schoten ze 3 of 4 keer en dan was het afgelopen. Maar de explosies bleven komen. En al gauw kwamen we tot de ontdekking dat de Duitsers bezig waren om de schepen te zinken te brengen. De eerste Duitse commandant die had gezegd, alleen één groot schip zinken. En de tweede Duitse commandant, er was er eentje van de SS. En die zei, alles moet gesprengd worden. En dat was prompt de volgende dag al. Dus eigenlijk in 2 dagen tijd is alles voltrokken. Er waren 2 schepen die lagen naast elkaar. En daartussenin hongen ze een lont voor en een lont achter. Dus een lont aan het voorschip en een lont aan het achterschip. En daar hadden ze 2 schepen tegelijk, die sprongen. In de grote schepen met 10-11 ruimen, werd in elk ruim een dynamietlading gemaakt met staven dynamiet. En die werden met een lont
naar de wal geleid of naar een ander schip. En dan werd de lont daar zo en dan was het boem, boem, boem. Elke lading werd ontploft. En bij kleinere schepen deden ze wat minder. Er waren ook schepen die kleinere boten waar ze een paar handgranaten in gooiden. Het feit dat het gebeurde wat ze niet voor mogelijk hield, dat het zou gebeuren, dat is eigenlijk de diepschoonste invloed bij het op de minste zich daarvoor interesseerde. En dat zou iedereen wel gedaan hebben bij dat zaag. Daarvan kon ik zeggen, zo gaat bestuurd niet en toch gebeurt het. Ja. Die Duitsers die bliezen die schepen in de Maasbrachtse haven op vanwege een militaire reden. Vanuit het zuiden rukten de geallieerde troepen op en in september werd Middellimburg frontgebied. Die Duitsers wilden met het opblazen van die schepen voorkomen dat er transport over water plaatsvond. En daarbij willen ze ook voorkomen dat die schepen werden ingezet ten behoeve van die geallieerden. En dat is dus in feite de reden waarom de Maasbrachtse haven tot een schepenkerkhof werd. Het was zo gebeurd, hè, want ik heb het bij ons tegenover gezien. Daar kwamen er drie aan boord. Met zijn handje vol van die dynamiet in de hand. Hè, van die staven. En eentje in het achteronder. Eentje in het dieperf. En eentje in het vooronder. Nou, die achterste die komt naar boven. Die roept vettig, die gaat naar de wal. De tweede, vettig, ook naar de wal. Maar die eerste die zag ik nog steeds niet. Hè. Ik stond in de keukenraam te kijken bij ons. En één keer, ja hoor, dan kwam hij eruit klauteren. Hè? Toen stapte hij van dek op de luiken. Had hij niet moeten doen. Dan ging die achterste lading af, hè? Wam. Toen de tweede, wam. En daar ging hij, hè. Allebei de armen omhoog. Wam. Intruimen. Ja. En ik hoor me nog roepen naar mijn vader. Pap, kom kijken, de mof kapot. En ik denk, die is dat een klote. Ja. Even later dan kwam hij omhoog klauteren, jongen, helemaal zwart van de... Ja, net zo goed als je ruim vuil is, dan zijn er kolenstoffen en troep en alles. Hè. En die andere twee die stonden er eigenlijk te barsten te lachen op de kant. Hè. Ja, wat een rare kerels, jongen. Oh. Ja, die Duitsers die lieten je schip springen. En als dank pakten ze je bij je nek en kon je nog een schansarbeid gerichten ook nog. Moet zo rekenen, hier stonden in één keer 1000 mensen op de kant. Mannen, vrouwen, kinderen. Daar waren een hoop mannen bij, van zeg maar tussen de leeftijd van 20 tot 70 jaar. Die stonden te huilen als kleine kinderen. He? Van daar gaat mijn spulletje. Daar heb ik nou al jarenlang op gewerkt. Dat is nog van vader op zoon gegaan. En nou is het weg. Je moest binnen 24 uur eraf. Je kon ook niet veel meenemen. Je nam een tasje of een koffertje nam je mee. En je ging aan de wal. En je ging aan de wal. En je ging kijken of dat je ergens een onderkomen vond. Ik moet wel zeggen, en dat moeten we heus niet vergeten, dat Maasbracht had toen 2000 inwoners. En die 2000 inwoners hebben praktisch al die schippers opgenomen. Dan moet je je zo voorstellen, je zit thuis met je vrouw koffie te drinken. En er wordt aangebeld. En er staan een man en een vrouw en een stuk of vier kinderen voor de deur. Meneer, mevrouw, heeft u misschien nog een kamertje over? En de meesten hadden een kamertje over. Ja, naar mijn mening moet ik zeggen, dat is dit de kamer waar toen we met de familie geslapen hebben toen we voor de eerste avond in het raadhuis terechtkwamen. Zo ziet het eruit. In onze ogen was het heel erg groot. Veel groter dan het nu lijkt. Maar toen de tijd was het een enorme kamer waar we met z'n allen konden slapen. Ik zie dat helemaal voor me. Dat is zo overweldigend geweest wat we hier ook meegemaakt hebben in Maasbracht natuurlijk. Het raadhuis heb ik heel goede herinneringen, laat ik het zo zeggen.
Wij hebben later met de Amerikanen en Engelsen hebben veel zitten kaarten. Die hebben de lange gang aan het einde. Want die waren ook ingekwartierd in andere kamers. Ja, dan hebben we altijd inmiddels wat Engels geleerd natuurlijk. Toen zaten bij die gasten. Ja, dat was wel leuk. Dat hebben wij hier goede, in ieder geval mijn broer en ik, ook mijn vader en moeder, die hebben dat we hier gewoond hebben die tijd, met alle ellende van dien, hebben we het hier goed gehad. Op 7 november werd Maasbracht met het oog op dat front dat vanuit het zuiden opkwam, werden de mensen van Maasbracht, inclusief de schippersfamilies, weer geëvacueerd naar het oosten, naar dorpen als Montfort en Vlodrop. Dus die schippers die werden binnen ruim een maand 2 keer dakloos, om dat zo maar eens te zeggen. En moesten dus steeds opnieuw zoeken naar een nieuw onderkomen. Je kunt begrijpen dat dat in een familieverband, dat in sociaal opzicht een drama van je welste was. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Burgemeester. Je moet zich voorstellen, 70 jaar geleden in een roeiboot, de heer Pirij, hij is beursmeester. En hij heeft hier al die schepen die hier lagen, één voor één gedocumenteerd. Dus die lagen onder water, schuin, half gezonken. En hij heeft ervoor gezorgd dat de namen geregistreerd zijn van de schepen, de eigenaren, wie de schippers waren en wat er in die schepen zat, wat de lading was. Dus hij heeft die rondgeroeid, dag in dag uit, om dat allemaal te registreren. Het is een essentieel document geworden voor de toekomst van Maasbracht eigenlijk. Ja, goedemiddag. Welkom. U komt het Maas Binnenvaartmuseum bezoeken? Ja, we mogen eens goed kijken. Ja. Oké, okay, u komt uit de buurt van Maasbracht? Wij komen van Maastricht. We staan voor de maquette van het Schepenkerkhof en we staan hier naar de lijst te kijken. Dit is de lijst die heer Pirij destijds heeft gemaakt toen de schepen gezonken zaten, om te weten van nou, welk schip legt waar, wat voor lading zit erin. Maar speciaal bedoeld ook voor experts, voor verzekeringen. Want ja, die schepen die moesten gelicht worden en daar kwam van alles bij kijken. En die verzekeringen die wilden weten, ja, is dat ons schip wel, hè, die we verzekerd hebben? Dus zodoende kon men aan de berging beginnen. En als u hier kijkt naar die maquette die gemaakt is door meneer Jacques Linzen. Dit geeft weer hoe dat precies alle schepen waar gezonken zaten. Dit is als het ware een foto van boven hoe dat toentertijd het havenbeeld, het havenfront eruit zag. Op 24 januari 1945 werd Maasbracht bevrijd. En die schepen die lagen natuurlijk daar gehavend. Soms op de bodem van de Maas, soms tegen de oevers aangeleund. En die uitdaging die manifesteerde zich al heel snel, namelijk de berging. Nu kon dat nog niet direct gebeuren, want die frontlijn die schoof maar heel erg langzaam naar het noorden. Als je bedenkt, 24 januari werd Maasbracht bevrijd. In begin maart werd Roermond pas bevrijd. Dus die oorlogsdreiging die bleef een verlammende werking natuurlijk op die gemeenschappen uitoefenen in het Midden-Limburgse. Dus die berging die kwam pas geleidelijk op gang. Maar na verloop van tijd mobiliseerden de mensen in Maasbracht zich en de bedrijven en de schippers zelf zich. En met name het bedrijf van Siep Hoeben, Sint-Antonius, ja, ging al heel erg snel actief bezig om te bekijken hoe die schepen konden worden geborgen. Nou, dit is een stukje van het archief wat ik nog heb. Het moet nog eigenlijk allemaal uitgezocht worden. Maar ik heb hier een paar papieren gevonden en er is een soort gunning bij. Even kijken of ik kan vinden. Een gunning voor de werkzaamheden aan het Schepenkerkhof. Daar zal ik een klein stukje van voorlezen. Dat komt van de Algemeen Gemachtigde uit 2 maart 1945. Gezien het grote belang der scheepvaart is tot onmiddellijk herstel besloten. Ondergetekende verklaart dat de machinefabriek Sint-Antonius de Maasbracht van Siep Hoeben Hanne in deze procedure is ingeschakeld geworden. Ik mogen u verzoeken genoemde firma met alle mogelijke middelen ten dienste te zijn. Hoofdafdeling A. Lieven.
Nou, dat is de gunning van de werkzaamheden voor de reparatie van, van het Schepenkerkhof. Het verhaal van papa is dat er heel veel werkzaamheden heeft gehad aan het eind van de oorlog met het Schepenkerkhof in Maasbracht. Hij had een klein reparatiebedrijfje, mannen 4-5. De eerste werknemer was Sjaak Linssen. Ja, ik was dus een paar weken administrateur geweest bij de ordendienst. En dan werd ik door mijn vroegere baas weggehaald. Omdat hij veel belangrijke dingen voor mij zag. Hij zei, toen was geen militair, dat was toch nooit. En ik heb dich nodig, door mijn leiding geven aan een grote groep werkers. We gewoon die haven opknappen. Kikiboeten, maar we stonden in de havenstraat. Dus alles, daar word ik voor nodig. En ik hoop dat ze zo gauw mogelijk bij mij terug kunnen werken. En dan ben ik, ja, een week daarna ben ik bij hem op het kantoor gestapt. En toen ben ik toch met dat werk begonnen. In heel veel van die schepen zat nog materiaal. Woningmateriaal. Ja, alles wat je aan boord van de schip nodig hebt. Dat ging liggen rotten. Dat begon te stinken. Het stonk hier langs de haven, dat was verschrikkelijk. En het was de meest trieste aanblik die ik ooit van mijn leven gezien heb. Ja, moet ik het zeggen, het was gewoon een ruïne. Het was alles, het was afbraak. Alles was kapot. Al die schepen waren kapot. De meeste schepen waren particuliere schippers. Die waren al hun hebben houden kwijt. Hun geld, hun schepen, hun inkomen, alles waren ze kwijt. En ja, het is gewoon dramatisch. Er zijn geen woorden voor, want als je het ziet leggen, dan je zou het voor kunnen stellen met een groot vliegtuigkerkhof. Dat ging allemaal volgens het systeem. Als het niet kan wie het moet, dan moet het maar wie het kan. Er werden de gekste dingen gedaan en een jonge schipper die zwom onder een scheep door met een dun touw in de hand. Om met dat touw weer boven water te komen en met dat dun touw een dikker touw eronder door te trekken. En met die dikker touw een kabel eronder door te trekken en dan kosten ze boven pas gaat huffen, gaat hissen. Dat ging allemaal zo traag en zo met stukjes en bitjes. Soms had ze een wijk aan een scheep gewerkt en gepompt en dan ging een gaat open wat ze gestopt hadden, menje te hebben. En dan zonk het scheep opnieuw, kost het opnieuw beginnen. Dat gebeurde ook. Er is een wijk voor niks bezig worden geweest met oude steenman. Ik weet niet of ik dan nog een foto van. Ja, hier. Hier is een foto van de hijsbok. Het er in het begin van de oorlog ergens in Haarlem gekocht, bij de firma Stork, door de telefoon. En dat bleek van ontzettende waarde. Het kost er met de schepen gedeeltelijk uit het water hijsen. En dan kwamen die gaten boven water te liggen en dan kosten ze die gaten dichten. Door er een ijzeren plaat tegenaan te lassen. En dan kost het schip weer drijvend. En dan kost het verder gerepareerd worden. Dus ze hadden er een 160 of zo had er gerepareerd. En dat ben ik erg trots op. Dat mijn pap dat had mogen doen. Hier lag de laakoven van de sluizen. Dat was voor Noes en Antonius. De grote winkel lag daar voor de deur. Daar lag Kruithof van de Recta. En zo zou ik er nog wel een deel kunnen noemen, maar als ik ze lees, de namen lees, vallen mij meestal de naam van de schipper in, of omgekeerd, de naam van de schipper, dan valt mij de naam van het schip direct op. Als je er veel mee omgeeft, is dat vrij gewoon in de scheepvaart. Ja, laten we maar zeggen dat er ruim twee jaar met gemoed zijn, eer allemaal die schepen die erbij betrokken worden, of waar gerepareerd worden, of verschrot worden als zijnde totaal verlies, heet dat. Onrepareerbaar. De wederopbouw heeft het allemaal betaald. Alles was, ook dat lichten, dat die wrakken weer vaarbaar maken, die wrakken, die scheepswrakken, dat werd allemaal door de wederopbouw betaald. Ik heb hier ook nog een paar facturen gevonden. Daar heb ik een ganse stapel van trouwens. De verzekeringsmaatschappij, dus het geld wat er met gemoeid wordt, uitbetaalde aan papa van de werkzaamheden die het er genomen. De schippers worden alles kwijt, die kosten dat niet betalen. Hier staat een bedrag van 862 gulden 82, dat worden guldens. Hier staat een bedrag van 650 gulden 69.
Ja, ik denk dat ze dat noemen met 30 moest vermenigvuldigen of zoiets. Hier staat een bedrag van 720. Enzovoort. Dat zijn dus toen worden dat hele hoge bedragen. Maar ik neem aan dat ze er ook per schip een paar dagen aan kwijt worden voordat dat gerepareerd wordt. Dit schip is de Tjalk Noord volmaakt, dateert uit 1889, maakte deel uit van de Schepenkerkhof. We praten over 240 schepen die tot zinken zijn gebracht en dat zijn er uiteindelijk 239. Het schipperschoolschip, wat gelegen lag achter bij de oude sluis, is gespaard gebleven, is niet tot zinken gebracht. En dit schip is licht beschadigd en omdat het tegen de kade lag, is het eigenlijk niet gezonken. Het was een geluk bij een ongeluk. Dit schip staat tevens dan ook symbool voor het Schepenkerkhof. Want dit is een van de weinigen, zo niet de enige, die uit de strijd gekomen is en eigenlijk nog volledig inzetbaar is. Dit schip is het trots in eigendom van het Maas Binnenvaartmuseum, waar ook de maquette opgesteld staat. Ja, en dat is één geheel. Hiermee kunnen wij ook naar de jeugd vertellen hoe dat het in 1944 bij onze ouderen en voorouderen is geweest, wat ze allemaal doorstaan hebben. Niet ondanks, maar dankzij. Het Schepenkerkhof is maar wacht, ontzettend voorspoedig gaan groeien. En het heeft hoofdzakelijk te maken met de binding die ontstangen was tussen de schippers en de Maasbrachter bevolking in tijd van nood. Als we nu kijken naar Maasbracht anno 2014, dan is de haven een bloeiend geheel. Er is heel veel bedrijvigheid, nieuwe scheepsbouw, reparatie. En dat is toch voortgekomen uit die scheepsramp destijds. Toen mensen zich bij elkaar gepakt hebben, veerkracht hebben getoond en gezegd hebben, we gaan niet bij de pakken neerzitten. Wij zorgen dat Maasbracht weer terugkomt waar het voor die ramp was. Thank you.